LP. Kijk, dan zie je dat er eigenlijk in feite niet veel overblijft. Want wat ligt hier dus helemaal onderin? De buikholte. En zoals ik het eruit haal, is dit zelfs nog met de blaas erbij. Dan is dit dus de baarmoeder. Die twee verbindingsdingen. Op school wordt tot in detail uitgelegd hoe het menselijk lichaam functioneert. Toch zijn er mensen die geen raad weten met hun lichaam. Om jongeren voor te bereiden op de samenleving wordt alle verworven kennis doorgegeven. Toch zijn er steeds meer jonge mensen die met de samenleving geen aansluiting kunnen maken. De wereld van de volwassenen weet steeds meer, vraagt steeds meer en geeft steeds meer antwoorden. De plaats van de vrouw of de man in de samenleving kan geleerd worden. Hoe de maatschappij functioneert, kan geleerd worden. Hoe menselijk leven ontstaat, ook dat kan uitgelegd worden. Dat is allemaal kennis. Die eicel die is niet bewegelijk. Zaadcellen wel, eicellen niet. Dus nou is natuurlijk de vraag, hoe komt die daar doorheen? Nou, dan zit aan de binnenkant zit trilhaar. Die dus eigenlijk die eicel voortzweept door die... Maar wat het leven is, wat liefde is, omgaan met jongens, omgaan met hun eigen lichaam en met hun eigen leven. Het is triest vast te moeten stellen dat de ziekte ook dodelijk kan zijn. Soms is de levensonmacht zo groot dat de patiënt zichzelf doodhongert. Duisternis.